Sinds de aanpassing van de privacywetgeving vragen bedrijven en organisaties steeds meer naar model-released beeld. Het maken van dat soort beelden werkt anders dan bijvoorbeeld bij nieuwsfotografie. Model-released betekent dat de personen op de foto toestemming hebben gegeven voor het maken van de foto. Dus ze gaan akkoord dat de foto gemaakt is, maar ze gaan ook vervolgens akkoord dat de foto gebruikt mag worden in tal van publicaties. En mensen maken daar ook veel meer gebruik van om aanspraak te maken op hun eigen portretrecht. Soms terecht, soms ook onterecht. Om veel discussie te vermijden maken we steeds meer model-released fotoproducties. Zodat zij niet meer achter die portretrechten bijvoorbeeld aan hoeven. En zodat zij dat materiaal vrij kunnen gebruiken in hun publicaties. In magazines, op brochures of in advertenties of in andere campagnes. Tevens zorgen we dan ook voor dat we gewoon steeds meer Nederlands materiaal hebben op dit gebied. Met in van dagelijkse situaties, huis, tuin en keukengebruik, noem het allemaal maar op. En Patricia Reye bijvoorbeeld is een van de fotografen die hier ontzettend goed in thuis is. En veel van dit soort producties maakt voor zichzelf, maar ook voor ons en bij ons in de beeldbank plaatst. Of ook wel in opdracht voor klanten schiet. Dus ik zoek mensen die op de foto willen en daarbij bedenk ik onderwerpen die van alle tijden en alle dagen zijn. Ik kom veel bij mensen thuis, dus ik breng veel het gezinsleven, het familieleven in beeld. Ik kom ook veel bij ouderen, want ik denk vaak in thema's die interessant zijn voor ANP. Maar altijd met die opening zou ik je mogen fotograferen. Portretrechtenvrij. In haar werk merkt zij dat klanten één ding erg belangrijk vinden in de keuze voor model-released beeld. Wat er de rode draad is, is eigenlijk het gewoon. Gewoon. Als het maar gewoon is, mensen vragen wel eens, moet ik dan nog dit of dat of iets speciaals of zal ik make-up of nee, gewoon. En niet je huis opruimen en niet andere kleren dan normaal aandoen. Ik merk het ook terug aan verkopen. Dus als ik een fotoshoot doe van thuiswerkende mensen, dan zie ik, en ik heb dat bij verschillende mensen gedaan, dan zie ik dat de foto's bij de meest gewone interieurs, met mensen met de meest dagelijkse kleding aan, die verkopen het beste.